In deze nieuwe video aan Polestar. Zie me hier staan met mijn helm op. Wij gaan met de brommer weg. En ja, samen met de zonnestraal gaan we weg. Met de helm. En met de motto. Dus we zijn er geraakt met de brommer. En we zijn nu op de Keiheuvel. De allereerste keer dat we er zijn. Ik heb ook iemand meegebracht. Hallo! En die moest leiden. En dan gaan we de eerste keer naar binnen. Dus we zullen wel zien wat er te gebeuren staat. Ik laat mij gewoon over aan de haar. Ja, aan de fiets. Ja. Dan ben ik de mini-golf. Ja. Dus. We gaan er eens aan beginnen, hè? Wat? Dat is erg, dat is heel erg. Dat de eerste keer erin. Yes. Schande, een grote schande. Van de eerste keer. 1. Nu is het mijn beurt. We geven de camera door aan deze mooie vrouw. En ik ga dat veel zien. Nou, lekker man, Siel. Laat maar eens zien wat dat je kunt. Oh! Vijf. Die hebben ze een magneet gelegd. Toen ze al komen spelen, is het een magneet komen leggen. Daarnet al was begint. Dat was een opwarmen. De bal moet naar boven, hè? Begin maar helemaal opnieuw. Wordt dat een 8? Vroeger steden ze bij mij 10. Dat is ze dus bij mij vals gespeeld. Oh, is het een aan het opnemen? Ja. Ah. Allee, bonne chance, Cécile. Dat zal voor u ook een 8 worden. Hé, hey, je moet wel wachten hè, totdat hij stil ligt. Jij bent een valsspeler. Dat is niet waar. Hé,
3. Jij mocht dat niet tegenhouden, Siel. Nee, dat wordt ook 8 gedaan. Iedereen op TikTok kan zien hoe dat jij nu vals gespeeld hebt. Dat is niet waar. Ik heb nu vals gespeeld. Oh, jawel. Nee. We zijn bij nummer 3. Dat is een heel speciale baan. Zij moeten dat gaatje daar, voor mensen dat niet zien. Zij moeten dat gaatje daar. Dat is de bedoeling. Daarin heb je ook nog zo'n gaatje. Zeven. Proficiat, je hebt geen A. En dan hebben we zo'n papiertje en schrijven we dat op. Zeven. Het is duidelijk dat ik aan de winst nog ben. Ja. Allee. Ik hou u in doog, hè. Hier komen de profs. Big Brother is watching you, hè. Hopla. Rustig, hè, Siel, rustig. Je moet in het gaatje mikken, hè, Siel. In het gaatje mikken. Dat wist ik niet. 3. 4. Oh, nee, maar. 5. Dat is niet eerlijk, er kwam wind. Nog eens 10 mensen komen. 6. Zeven. Proficiat. Proficiat voor Siel. Nu is hem gelukkig, hè. Go. Dat niet goed gehoord. Ja, dat heb je heel goed gehoord. Het is een schande. Doe mij maar eens naast. Met veel plezier. Ik kan dat veel beter als jij. Zo. Ik ga terug hier zo. Allee. Mensen, kijk nu goed wat dat er gaat gebeuren, hè. Als je er niet goed aan kunt, moet je die wel ietsjes verder van de... En dit is wat ik bedoelde. Siel, je doet weer vals. Maar die kan er toch niet tussen. Die staat vast. Die kan in de knop. Ja, nee, die moet je er tussenuit halen. Ah ja, hè. Haalt hem er maar tussenuit. Jij bent een slimmer. Ik zal daar terug beginnen. Dan is het eerlijk. Eerst dat ik vals speel en dan moet ik er ook tussen halen.
4. Nou, dat is spieren dat er wint. Ja, Siel, maar je moet eerst goed kijken. Zie hoe dat die boomstam ligt. Nee, je moet alleen weten naar waar dat je moet kijken. Dat was maar, weet je, dat was gewoon even om te oefenen. Begint maar terug opnieuw. Ja, maar je zit al over uw 7. Ik zal u een int geven. Die had er 1 kunnen zijn. Kijk, kom hier eens staan. Allee. Zie je dat die boomstam ligt? Ja, daar heb je grote ogen. Ah, en voilà. En nou, wat moet je dan spelen? Ah, want anders gaat u een bal blijven steken. Ach, dus, woppa, voilà. Nu is ze maar door. En als hij eruit vliegt? Dan moet hem gaan pakken, hè, Siel. En dan legde die terug waar dat hem de juist maar lag. Niet te hard, hè, als je naar dat gat moet. 3. 4. Voilà, anders had je nu er juist, hè, 8 op je papieren gehad. En nu mag 7. Het is veel misschien. Ja, een beetje tips geven kan nooit gekwaad, misschien, hè. Anders leert. Oh, ja. We hebben het gezien. Wat vind je was? 4. 4 voor mevrouw. Alleen nu. Je bent hier vaak geweest waarschijnlijk. Allee, ja. Oh, nee, dat is mijn eerste keer. Ja, ik moet zeggen, ik ben beter. Dat zegt ze nu pas. Dat zeg ik niet. Dat is de stand ondertussen. Dat is haar kolommetje en dat is de mijne. Want je zit niet goed door de zon. Zo, ja, dat dan, is hè? Beter, ja. Veel beter. Goed, het is mijn beurt en ja. Ik ga dat beter doen als jou. Allee. Ik kan niet starten, ik heb mijn stok verstopt. Misschien ook weer die werd gepakt. Hè? Niks. Niks. Ja. Oei. Dat balken botste tegen een eikel. Dus kijk, als ligt hier vol met eikels, mensen. Kijk, allemaal eikels. Dus... En het is nog niet eens herfst. En alle eikels vallen al af. Tss, 3. Hoe doe jij dat? Nu gaat dat in één keer wel, hè? Ik heb opgelet voor jou. Jij hebt gewoon gedaan dat je dat niet goed kon. En in één keer zo, hè? Ah, jo, natuurlijk.
Oh, hoe kan dat nou? Hopla. 2. Goed, hè? 2. Stapt hier nog op? Ja. Zit hier een zuchtje bij? Ik heb mijn bril niet op, hè? Dan zie ik het niet. Allee, vervolg na een plaspauze. Oh nee, ik had ook 3. Dat is juist. Ik moet daar 3 van maken. Nog 2, Siel. Geen kans. Ik heb geluk. 7. Ik heb geluk. Ik heb 1 keer gekomen, direct. Maar het is heel gemakkelijk. Je moet telkens terug van hier beginnen. Hè. Dus, ik moet door de Nee, ik lach je toe. Ik had het gezien, ik voelde het tot in mijn rug. Die durft niet lachen. Ja, gelukt. Heb je gezien hoe dat moet? Oh. Dan moet hij hier door en dan moet hij daar ook nog in. Hè. Zie je, die moet hier door die pijp en dan moet die, komt hij, wacht hè. Ja, dat is raar. Die komt door die pijp en waar is dat gat? Ah, hier is dat gatje waar dat hij doorkomt en dan moet hij daar nog in. Dus helaas, pindakaas, 8 punten voor mij. 8 punten. Dat is zonnestraal. Super gedaan, hè. Yes. Amai. Ze biedt IJssel. Ik moet dus zelfs 8 opzetten, hè. Dus, we zullen dat eens doen. Ze heeft gezegd, als het lukt, ging ze een schoen op. Dus... Ja. Met een sandaal, heb ik gezegd. Je mag wit over de gleuvenen, hè? Oké, terug opnieuw, hè? Dat is het nadeel van deze. Ja, Bolster. Come on. Allee. Je moet dat met feeling doen. Dat heb ik niet. Feeling. Ja, dat is uitleg. Jij bent ook.
Het wil op balken slagen, hè? Allee, concentratie nu. Je hebt nog 3 kansen. Het is geen gemakkelijke, hè? Ik wist dat wel. Nog 1. Ja, jij doet ook 8 punten gelijk als ik hier. Dat is goed. Proficiat, mevrouw. Dank u wel. Dat was een makkie, hè? Makkie. Je moet wel een beetje voorzichtig zijn, want hij gaat er gemakkelijk uit. 3 had ik, hè? Wie zit nu die rotsen in het midden van dat golfterreintje? 3. Ja, maar jij stond die een heel stuk vooruit en dan slaagde jij die weg. Wie speelde er vroeger altijd vals, zei jij? Zeven. Net op tijd. Net op tijd. Goed, als ik aan het verdelen ben, dan speel ik vals. Hè? Ja, ja. We zitten ons aan achtervolgen. Ja. Ja, maar ja, die lag in de bossen. Oh nee. Zeker is die ook niet waar. Dat noemen ze dan adventure. Nee, niet naar beneden. 5. Oh, 6. Vergeet het allemaal. Oh, dat is een negatief. Ja, ik heb gedaan. Allee, het is aan mij. Als jij dat niet hebt. Hier liggen de rode balletjes. Ja. Je komt altijd terug naar beneden. 2. 3. Als je nu een beetje geluk hebt. 3.
4. Vijf. Zes. Nee, dat gaat niet meer lukken. Oh! Hoe doe je dat? Dat is ook puur geluk, hè? Het ging niet meer lukken, zeg je zo. Ja. Just in het midden van dat plan. Ja, maar ja, dat weer tijd, zelf. Ik heb er al veel moeite gehad. 8, 7. Dus die 4, dat mag wel eens, hè. Oh, maar, nu gaan we klagen. Dat heb ik nu wel verdiend, hè. Allee, het is verdiend. Oh, het is verdiend. 4. Dat is weer zo een en mee. Ja, eens dat je dat dus, hè. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Ja, weet je, hij zit erin, dat is het voornaamste. Je kunt niet in alles zo goed zijn. Je kunt niet in alles... Wat is dat? Hé? Wat is dat? Wat is dat? Wat deed hij daar? Ja, ik zei toch, je moet voorzichtig spelen, want anders, hij vliegt zo uit de bocht. En dan heb je alle ellende. Dan zit hij in de bosjes. Ik ga me van de baan halen, anders zou ze nog zeggen dat ik het ben geweest. Ik ken dat spel. Nou ja. Nou zeg, wat kijk, je nou zegt. Kijk hier zeg. Twee. Oh. Oei. Oh, die moet door die tunnel, dat is juist. Hij gaat daaronder je moet je daar wel tussen gaan, hè? Ja. Dat blijf ik tussen steken, dat weet ik toch. Van de vijfde slag. Het zal wel een van zeven worden, maar het is wat. Jammer. Een zes. Ça va, je hebt dat toch al zoveel achter, hè. Ça va, ja, hè. Weet je, het had ietsjes beter. Wat veel erger kunt, hè. Ja, maar nou, waar ga ik nou? Je kan beter terug naar hier gaan, hè. Want waar is dat begonnen? Hoeveel had ik nu? Zeven, hè? Nee, zes. Ah, zes. Als ik niet zo eerlijk was, hè. Ik had u gemakkelijk zien kunnen zeggen, maar ik ben te eerlijk. Mooie bloemen.
Dus vooral niet te hard, Siel, want die plantjes. Gewoon laten uitbollen, hè. Kunt toch niet anders. Oh. Ja. Tussen de prikkers. Drie. Oh nee. Ja. Zie je hem liggen? Kijk eens. Ja, het balken. Ja, maar hoe dat jij dat doet, Siel, kan ik dat doen ook. Hè? Dat balken up, gelukt dat vallen en waar dat stilvalt, daar beginnen we wel. Streng. Ja, Siel. Niet goed? Nee, is het goed. Hij gaat dat stukje eruit knippen dat ik zo streng ben. Ze. Kent Siel. Is het niet? Zeg het maar eerlijk. Komt er maar vooruit. Oeh. Lukt het niet? Nee. Hey, kom dan. Heb jij een nachtje? Nee. Ik heb geen nachtje. Ik slaap nachts. Dus laat staan. Uw balken? Welk balken? Wit balken? Mijn golfbalken. Ah, die zit hier in die zak. Pikkendief. Ik ben een pikkendief, ik heb het eerlijk gegeven hoor. Heb je het eerlijk in uw broekzak gestoken ook? Gegeven is gegeven, hè. Ik zal tegen jou eens zeggen dat jij mijn golfbalken hebt gepakt. Ik ken geen jou. Ja, dat is juist. Dat is niet erg. Iedereen kent jou ondertussen al. Ja. Dat is niet erg, iedereen kent jou. Knip dat er maar. Nee. Nee. Knip dat stukje jou er maar uit. Hoef ik jou nog zeggen? Ik kan niet blijven knippen. Hè. Allee. Staat dat op? Natuurlijk, ik ben al een uur aan het wachten. Dan gaat de vorm mogen knippen. Niet in mijn zak. Hoeveel keer had ik, maar dat was nu de derde, hè? Want nu zit ik toch niet. Ze is haar klus kwijt. Ze zit één keer in mijn oog en ze is haar klus kwijt. Allee. Drie. Waarom lopen die allemaal zo over elkaar? Omdat er plaatsgebrek was. Allee, dat is het ruimte, hè? Vraag het je eens, hè, van de ik aan de plaats. Het is zo wel mooi, het is het groen, hè? Eén. Je mocht die wel een beetje van de kant leggen, hè, Siel, als die zo... Ja, nu niet overdrijven, want als je je ene vinger geeft, dan pakt hij niet je land.
Een beetje van de kant, zo, ja. Jij zou hem eens nog in de midden van dat gat gaan liggen, jij. Ja, ik ga daar dan niet terug over kruipen. Veel vier, hè? Vier. Flink gedaan. Allee. Dat is nu de deze, denk ik, hè? Die niet. Scenario 702. Balletje gevonden. De vorige keer was hij er van de eerste keer. De vorige keer. Daar zijn geen bewijzen van. Proficiat. Nu was het minder van de eerste keer erin. Dat is beginnersgeluk. Dat is beginnersgeluk geweest. Jij dacht al direct van, oh nee, ik ga iets zwaar verliezen tegen zo'n straatje. Ja. Drie, hè. Allee. We zullen eens zien hoe dat bij u is. Normaal is dat geen moeilijk. Dat zou een gemakkelijke moeten zijn. Oeh, in de struiken. Zit hem in de struiken? Ga dat doen. Amai zeg. Wat daar verschiet ik nu van, zeg. Zal ik het balletje pakken voor u, hè? Zie dit? Hier is het balletje. Alle, hier is dat balletje, hè. Ja, vier. Goed zo. Goed zo. Goed gedaan, meneer de voorzitter. Nog één. Waarom moet dat altijd verschuiven? Zo gaat het dus al heel de tijd, mensen. Oh. Heel de tijd. Waar is dat balkje? Waar is dat naartoe? Zo gaat het al heel de tijd. Ik heb meer last met mijn balkje dan met de rest. Dat is goed dat je zegt dat je met mij gelast hebt. Oh. Heb je dat gehoord? Dat is nu al spijt van als dat gezegd heeft. Ik kan eerlijk zeggen, met een vent. Ik heb meer last met dat balletje dan met mijn vent. Hier. Twee. Twee, mensen. Kijk, het balk ligt erin. Jullie mee was je eruit gehaald. Ja, dan moeten we wel eens gebeurd met een DM. Maar... Weet je wat? Voor de just in case kun ik het balken hier al klaar liggen en dan moet ik dat in die zeker. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien, mevrouw. Tenzij dat jij dat achter mij neemt. Je hoort het al, hè? Het is al van dat, hè? Ja, je hoort het dan al. Stuk het nog maar eens op. Nee. Ja. Dat jij dat balkje dat ze biedt je verstoppen, ja, dan ben ik mijn balkje kwaad, hè. Ja. Zie eens hoe hij mij vertrouwt. Ja. Dat is niet al de hele tijd zo.
Oh, ik durf het niet meer zeggen. Ik zit met een bikkoop. Uw balk ligt daar, hè? Dat ben je toch? Ja, mijn balk. Met een bik aan het zoeken. Ja, waarom moet ik ook zoveel rommel meepakken? Ja. Ik heb niet precies een heel klierkas mee. Ja, zit dat maar allemaal goed in beeld, hè? Ziel. En ik ken hem, hè? Hij gaat dat er niet uitknippen. Nee, dat weet ik. Zo is hem wel, hè? Zo is hem wel. Tuurlijk. Welke punten had je nu weer? 2. Zeker. Heel zeker. Dat is goed. Allee. Het is aan u. Ik wou het juist zeggen, dat ging zo net. Ja, jij mocht nog mee. Auw. Drie, vier, vier. Het is 4. Ja, maar wat is het nu? Het is 4. Ja, zie je. Proficiat, mevrouw. De laatste is voor jou. De laatste is voor jou. En dan weten we wie de winnaar is. Dat weten we nu al. Nee, van dat balkje hier is. Dat weten we al, wie de winnaar is. Ik heb 5, hè. Ik moet er terug naar voren. Oeh, dat is aan het toekomen. Nu moeten we wel in het midden, hè? Of daar langs het zijkantje, hier is er ook een opening. Hoeveel is dat al? Ja, 5 nu, of was dat 6? 5. Zeven. Ik smeek u, geef mij een 6. Een 6 tegen Ajorense beet. Ik smeek het. Ik smeek het. De punten worden opgeschreven door deze secretaresse. Ik had 5. Ja, nu gaan we uittellen. Opperste concentratie. En vertel het eens. De eerste plaats is voor zonnestraal en op de tweede plaats is geëindigd met een gigantische
achterstand. Nee, dat is niet waar. Cindy. Onze Bolstar. Met 22 punten verschillen, Cindy. Dat jij meer hebt, hè. Maar weet het. Tijd voor een dutje. Ligt de goed, Siel? Prima. Heel goed. Heel tof. Perfect. Deel en alles wat je zo kon inkruipen met gangen en zo. En dat is weer gedaan, maar je moet dan niet in de plek zitten. Er zijn veel dingen, weet je. Je kunt zien op de film, op de filmpjes dat ik op mijn laptop heb. Dus hier hebben ze zo'n speeltuin. Voor de grote. Is dit. Dus dan kun je zo klateren en zo. En wat ook goed is, ze hebben ook nog één voor rolstoelen. Dus daar heb je eentje voor rolstoelen. Dan kan je in met de rolstoel. Dat is ook wel goed als amateur denken die een rolstoel hebben. Kijk, en dan echt is hier recht bij heel veel zand. En hier moet je klimmen. En dan kom je eigenlijk daar van bovenuit. Wel speciaal. Heel speciaal. Zo, ik hang. Staat er nog wel, zegt het kasteel. Ja, hinder. Ze hebben het misschien verzet. Nee, dat is in de schommel wel. Dat is de twee, Sarah en de buurvrouw opgezeten. Ah, dan moeten we dat ook eens doen, hè. Maar ja, nee, dat werkt ik niet zelf. Het is wel een draaiklaar. Precies zo in horen, hè? Ja, was hier. We hadden daar eigenlijk. Hè. Amai. Dat is zo echt zo goed. Ja. Ik zal deze opgaan en dan gaat jij hier wachten. Ah ja, ik zie het al, denk ik. Hoe had je daarop? Zie dat je gsm niet valt, hè? Lukt het? Ja, we zijn veel gewoon. En nu? Oh, moet jij nog omhoog of wat? Oei, ik ben u kwijt. Ik ben u kwijt, Siel. Wanneer? Ik moet naar boven om te blijven. Ik zal daar moeten zitten. Ik moet hierop. Ah. Ik moet op deze, denk ik. Ja, is goed.
Daar gaan de glijbaan zijn. Je gaat die brug nog over moeten, denk ik. En dan wat moeten we nu nog naar boven? Oh my god. Dat is heel... Kinderen boven zitten ze. Nog niet glijden, hè? Want ik moet naar de glijbaan, hè? Ja, ik ben er. Kom maar aan. Ja. Echt lijp deze koe. Het zal iemand naar. Echt lijp ik de mensen. Echt lijp ik de koe. Echt lijp. Daar zit ze. Hallo. Die glijdt totaal niet. Dat ligt misschien aan mijn broek. Hè? Ja. Maar het is wel een heel beklemming. Dus als je dat met kleine kinderen doet, is dat wel even doen. Maar het is wel leuk. Waar moet ik doen. Op drukken? Dus altijd op deze knop. Daar staan de diertjes, kei ver van hier. Dat zijn lama's, denk ik. Zijn dat geen lama's? Geen lama's, rama's, maar gewoon een lama. Wat maakt ons blij in Dubai? Wat staat hierop? Vers water. Huisvesting. Wel tof. En je mocht ze niet voederen. Als jullie zien. Die gaat sneller dan bij mij thuis, hè? Dat was het, hè? Dus we gaan nu zo'n zonnestraal geven, Anneke. Want dat was een beetje dangereus, hè? Dat was wel. Die ging veel sneller dan dat ik gewoon ben, snap je? Dus ik geef je aan de persoon. Ik ga naar boven. Siel, een minuut, hè? Ja. Dat was goed. Amai, amai, amai. Kijk, dat is hier de ruimte. De vliegtuig vertrekken zien. Een vliegtuig. We hadden moeten blijven staan, dan hadden we dat in de weg. Dat is eigenlijk allemaal heel stom te komen.
Zie je die van de hoog? Groot, hè? Dus het is echt groot. Ze hadden niet echt een plan aan de muur hangen, dus het was moeilijk om te vinden. Ja, zo komen wij eens samen. Dat is wel mooi, hè? Zo leren wij uw streek ook eens kennen, hè? Want je hebt al vaak mijn streek gezien. En nu zien we jouw streek eens. Heel veel natuur, hè? Ja, maar dat is ook... wel leuk dat er veel natuur is. Je zou niet zeggen dat je hier in een drukke dingen zit of zo, hè? We zitten in de Kempen, hè? Dus, en hier daar zijn zelfs, dingen molens. Hier is zelfs een Sahara aan. Een Sahara? Ja, dat is het. Woestijn. Moet je zingen? Goed zingen. Dansen, dansen als een farao. Ja. Onze voetshoes. Verder. Ze is momenteel een foto aan het maken. Ze was hier aan het trekken. Ja. Ze heeft een foto van mij gemaakt, maar dat zie je niet goed door de weerkaats. Maar die kun je wel zien op de dingen. Dus ze is hier zo een foto aan het maken. Maar ze, dat zie je niet. Ah. Door de weerkaatsing. Ja. Maar ze was hier zo dingen bezig. En deze hier. En daar is een hele uitleg over. Maar ze heeft ons verlaten. Dat is heide. Dat is heide, zegt ze. Heide in Tirol. Aan die heiden. Veel mensen thuis in bloembakken zitten. Je hebt winterheide, zomerheide. Herfstheide. Ja. Dat is mooi. Dus dat is geen lavendel. Vliegtuig dat weer helemaal omhoog gaat. En dat is er eigenlijk een hele tijd zo. Daar hebben we net gezeten op het bankje. Sommige foto's ga je zien, sommige foto's niet. Op Instagram.